zet een beetje over mij. Die zit bij mij hoor. Ik doe een heel klein beetje rood. Dan zakken die bijna boven. Of naar beneden. Kijk. Dat is allemaal. Ik doe die tijd weer. Dit is verzegelde broek of de honing. En dit is allemaal open. Dit hebben de bijen naar boven gebracht. Want dat doen ze net als je papa en mama. En die hebben grote diepvries en die stoppen daar boontjes in en alle toestanden. Maar dit is eigenlijk voor de bijen een ornamentje van. En ze doen niks, kijk maar. Kijk maar. Ik wilde een keer hadden een vat erop. Ja, maar dit is een honing. Ja, ik raad nu een pijp in. Ja, en de laatste hadden we een hier al. En als je kijkt, zit daar heel veel honden. Kijk maar hier. Kijk maar hier. Kijk maar hier daar. Dit zie je? Dat is allemaal hebben ze vastgebouwd. Daar ben ik niet zo gelukkig mee. Dan gaan die kasten heel goed thuis. Ja? Maar dat gaat dus even in de broekkamer kijken. Dus dit is de honden. Oh joh, hier geprikt. Hier bingo. En dan ga ik even kijken. Maar ik heb eigenlijk wel eens als in de pijp omhoog gaan. Ja. Yo, de mythe. Ze gaan overal in. Ja, ze gaan overal in. Ja. Dus ik heb de zaak een beetje dicht. Ja, nou wat je zegt, het is gewoon een broedelaar. Nee. Denk je wel, misschien valt er wel een keer een. Kijk, maar allemaal honing. Zie je? Ik heb wel tegen het rood, hè? Een beetje rook hebben. Blote voeten zie je ook. Ja, eerlijk zo, maar. Misschien later wel een keer. Bedankt voor de nou, Roger, dan moet ik de bijen is onderuit, op die imkerkanten. En dan nemen ze honing op en hebben ze daar in een honingmarktje zitten en dan zijn ze wat rustig en dan zijn ze wat zwaar. Ja, dan houdt de koningin rooster. De koningin rooster er heel rustig, hè? Nee, maar kijk eens, wat zit nou? Wat zit nou? Dat allemaal eitjes, die hebben ze al verzegeld. En deze komen straks allemaal uit. Al deze plaatsen. Ja? Kijk maar. Ze stonden hier en dan weer die kast open. Die bijen dachten, die kale moet ik hebben. En ze zitten heel rustig. Kijk, maar je hebt er gewoon nog. Zie je? Kijk maar. Zo heel rustig. Kijk. Hè? Dat hoef jij niet te doen hoor. Doe ik maar. Om te laten zien dat de bijen echt niet doen. Even kijken. Even hier kijken. Ik had een buurman, die woont drie huizen verder en die heeft voorzaten. Ja, die wist dat ik een bijen had. Hij zei, dat vliegen ze al. Vliegen ze al, jongen, die hebben een voorzaal. Ik zei, hier binnen, dan kun je slopen. Oh, ik kom even kijken. Ik zei, wat mooi weer. Na de middag, ik zei, kom bij de bescheiding van de liefde neem. Kijk, hier heb je allemaal jonge lafjes. Het is heel donker. Hier halen, die komen straks allemaal uit. En die moeten ze nog verzegelen. Ik heb er wel allemaal zo'n zegeltje op. Ja? Ja? Ik heb wel. Zie je? Nou, dit is een. Nou, ik zou je net een oude raam laten zien. Dat zijn kunststof ramen. En die heb ik toen een keer gekregen van iemand. Ja. Maar die gaan er allemaal uit. Oh, bijzonder plastic. Dit zijn kunststof ramen. En die gebruik je ook. Alleen wij. Wij gebruiken
bijen was erin. En dit is een hele plaat. En er zit gewoon ook wat celletjes in. En dan bouwen de bijen deze raten uit. Ik ben heel veel imkers die ben daarmee begonnen met deze gele ramen. Maar die zijn ermee gestopt en die gaan gewoon terug op het oude systeem. Ja. Ja? Maar kijk, als je ziet, zitten hier ook allemaal larven in. Heb jij ze gezien? Nou, laat ik je papa en mama ook even zien. Blijf maar wel lekker zitten. Oh, doe maar niet met je handjes, zei je niet. Soms zit er een bijtje op. Kijk, dan als je daar witte ziet, dan zijn de larven. Nou, ja. Die glinsterende dingen. Zie je? Ja. Ja? En de rest is gesloten broek, zeg maar. Uh-huh. Kijk, en hier hebben ze, dit noemen wij ook altijd een... Die oortjes zijn een korte oortje van dus Duitsland, hè? Duitse types. Dit noemen wij een voorkrans voor de bijen. Mm-hmm. Dus hier hebben ze stuifmeel en hier hebben ze nectar. En dat zijn ze weer nodig voor hunzelf en voor de koningin om te overleven. Nou, kijk, en dan deze. Kijk. Heb je ook. Ook allemaal larven. Zie je? Je ziet die witte krommetjes. Ja, die witte vliesjes. Ja, de boven, nee, bovenin. Boven. Ja, ik heb hem niet goed bij ze. Nee, daar, hierboven. Nee, daar hoger. Nee, hoger. Zakken. Broed. Lager. Nee, die witte. Welke witte? Ja, die larven toch. Ja, die larven zitten daar. Ik heb hem niet goed vasthouden. Nee, het is een beetje een domraad. Ja, nee, maar ik heb ze toen gekregen en dan heb ik er nog in. Maar ja, daar zit een larven. Hier zie je larven. Ja, juist. Ja, daar zit een larven. Ja? Ja. Maar zo zit het door de hele kasting. Die worden weer geboren en dan moet ik zorgen dat we weer een wintervolk hebben. Ja? Want zij laat me opzitten. Ja? Vliegen ze nou niet weg? Ik bedoel, u loopt hier zonder zo'n masker. Ja, maar blijf gewoon zitten. Blijf zitten, maar ik kijk al vanmorgen heb ik al gekeken hoe het gedrag is op mijn vliegplank. En als dat goed is, dan kan ik er rustig bij. En normaal heb ik altijd wel mijn bescherming meer om. Mocht het misgaan, dan kan ik hem alleen echt erop doen, zeg maar. Ter bescherming van. Waar is dat van afhankelijk van dat gedrag? Ja, dat kan wezen dat er onweer in de lucht zit. Van onweer, kan slechte weeropkomst wezen of het is te koud. Nou, dan moet je de bijen niet te veel storen. Ja? Nee, maar dit is gewoon rustig, daarom laat ik jullie het ook zien. En als je dit even ziet, nou gauw, daar zit een celletje. Dat is een redcel. Ja, kijk, dit is een dopje, daar zit niks in. Maar zo een keer ook hebben, een redcel, en dan bouwen ze het als koningin. En dan wordt een koning, ja. Mm-hmm. Maar die bijen zijn gewoon rustig. Je ziet ook rustig op raad. Dus selecteren we ook een beetje op. Als ik bijen heb die gauw geneigd zijn uit de kast te stuiven en gelijk naar me toe, dan weet ik dat die koningin niet zo best is. En dan haal ik die koningin eruit. En dan zeg ik, nou, tegen de herfst haal ik eruit en ik zet een nieuwe in. En dan hebben ze volgend jaar weer een nieuwe koningin. Ik heb thuis een stuk of 17 nieuwe koninginnen. Oh, wat dan? Maar dat doet niks. Nee, nou, hij vliegt zelf. Vlieg op weg. Daar vandaar ook pak. Nee, maar goed, daar ga je gewoon op selecteren. Als je bijen hebt die heel gauw opvliegen, dat soort dingen, dan moet je zeggen van jongens, die wil ik niet hebben. Maar als ik zo gauw een kast open doe en ze vliegen op me af, dan dat vind ik ook niet prettig. Maar het is ook niet prettig voor de cursisten meer. Maar de cursisten, die moet ook met die bijen werken. En dan hebben we daar 6 aantal kasten daar men mee werkt. Dus verder niet. Ja? Ik doe het weer netjes in, hè? Is goed? Laten we heel rustig even inzakken. Want als ik het in één keer doe, te veel, dan gaan die bijen worden wat onrustig. En dan kunnen we weer tussen drukken. Kijk. Nou kijk, en nou zit die bijen daar. Ik leg hem er gewoon weer op. Zie je? Die bijen doen me niks. Alleen je moet heel langzaam doen. Als ik dat heel vlug zou doen, dan worden ze, denken ze, hé, onraad. En dan komen ze op af en dan gaan ze me prikken. Kijk, zie je? Nou. De rooster erop leggen. Deze, dit is een koninginnenrooster. Om de koningin kan hier niet doorheen lopen. Dus alleen die werksters die daar zitten, die kunnen hier doorheen en die gaan naar het boven toe en die brengen daar de nectar naar boven. Ja, dus deze gaat hier eerst weer op. Zo. En dan gaan we deze
waar. Ja, als één een plaatje en een ja, chill maar even. Dat was het. Nee, ja. Nee, nou. Ik heb mijn hand vol. Nee, maar gewoon. Er zit wel aardig gewicht in. Ja, nou, er zit, ja. Zo, zit zo'n gemiddeld 12, 13 kilo honing in, ja, deze buik. Ja, dat is ongeveer een liter per raampje. Ongeveer meer dan een kilo. Ja. Ja, dus je zit er zeg maar zo'n 3-4 potjes honing in. Ja. En dat loopt wel wat om de hoeveel dagen. Deze laat ik gewoon zitten tot de lente over is en dan haal ik eraf. Daar heb ik alle honing al af. Ja. En hier moet ik het nog doen. Je zit er maar één keer zeg maar, per seizoen. Nee, ik zal deze even terugzetten. Met die is moeilijk te praten. Nu heb ik het kastje weer gesloten. Hè? Ik heb de deur weer dicht gedaan en de bijen kunnen lekker verder alleen gaan. Hè? Want je zou het niet langs doen. Moet je eraf halen? Lekker. Mevrouw.